Studenten van Nikeri die in Paramaribo studeren, zitten met hun handen in het haar. De huurgelden van de woningen waarin ze in de hoofdstad verblijven, zijn met meer dan 200% verhoogd. Deze penibele situatie bracht NDP-parlementariër Ebu Jones gisteren in de Nationale Assemblée aan de orde. Volgens Jones worden deze studenten en hun ouders voor een keuze gesteld: doorgaan met studeren of hun studie afbreken. Dat is het beleid. En die overheid, en gelukkig heb ik met de minister van het interim van onderwijs vanmorgen gesproken. En die minister heeft aangegeven dat ze open staat om samen te kijken hoe we het probleem kunnen oplossen. Dat juichen we toe. Maar voorzitter, waar is een duurzaam beleid? En ik vraag, en ik ga af op datgene wat de minister me gezegd heeft, dat er een oplossing komt voor deze studenten. We kijken er naar uit, minister. En als we het samen moeten doen, gaan we het samen doen. Deze kwestie is volgens Rabinder Pemisser heel serieus. Ook hij verwacht dat de regering tekst en uitleg hierover geeft. De regering heeft beloofd bij de eerstvolgende vergadering in te gaan op deze kwestie.